Ik vrees die man helemaal niet. Ik hoop dat Rotterdammers inzien dat deze man alleen maar op de populistische tendensen bezig is. En nog nooit verantwoordelijk voor deze stad heeft gedragen. En nu tot ontdekking komt, goh, ik ben heel bekend, je leeft bij Nederland. En op een achternamiddag, op een zondagmiddag, wil men ook even optreden in Rotterdam. Er zal mogelijk wel enig draagvlak in Rotterdam zijn, maar dat dat heel groot zou zijn, dat kan ik me niet zo goed voorstellen. Voor mij mag hij in Rotterdam komen, want ik vind hem best wel een hele mooie man, moet ik eerlijk zeggen. De dingen die ik heb horen zeggen, die zijn helemaal niet nieuw. Die kun je ook bij partijen vinden die al in de gemeenteraad zitten. Zijn ideeën die verwerp ik uiteraard, dat mag u gerust weten. Maar het lijkt me een eer om met die man stevige debatten aan te gaan. En zoals u mij kent, hou ik van stevige debatten, dus hij is van harte welkom. Ik ben benieuwd of de Rotterdammers vinden dat de politiek in één dag per week in Rotterdam geregeld kan worden. Deze politiek is absoluut niet in één dag te doen. Zelfs de eerste de beste voetbalvereniging, amateurvereniging, kun je nog niet in één dag leiden. Laat staan de Rotterdamse politiek. Rotterdam is niet een kruidenierswinkeltje. Dat is dus echt onzin. Dat is minachting voor de mensen in de stad en voor de stad. Ik ga ervan uit dat elke democratische partij waarvan het volk zegt dat ze iets moeten doen in de stad, dat dat een potentiële kandidaat is om mee samen te werken. Uiteraard. Alleen wat ik wel boeiend vind, oude linkse jongens hebben een rechtse partij opgericht. Fantastisch boeiend is dat.